geef het een mooi plekje, want dat heeft jullie vader dubbel thuis verdiend. Gaan we zeker. Ja. Het was een bijzonder en ook emotioneel moment. Vrijdag namen de twee zoons van Danny van den Broek het eerste exemplaar in ontvangst van het boek dat hun vader schreef over trainer Erik Meijers. Danny van den Broek overleed een jaar geleden, maar nu is daar alsnog zijn boek. Van kroonprins tot kutkeeper. Nou ja, Danny en ik kenden elkaar natuurlijk al heel lang. En toen kwamen we elkaar tegen bij NEC vaak met trainen en alles. En toen zei hij van ja, jij bent nou op dit moment zo in het nieuws. Ik ga over jou een boek maken. Want je hebt zoveel meegemaakt. Nou, uiteindelijk hebben we de koe bij de horens gevat. En is Danny bij mij geweest. En hebben we heel intensief aan dat boek gewerkt. De journalist Danny van den Broek en de familie Meijers hebben altijd een bijzondere band gehad met elkaar. Altijd lachen, maar ook gewoon geweldige verhalen vertellen. En gewoon een hele amabele man. En dus ik vond gewoon dat... Ik vond gewoon dat we dit boek moesten maken voor hem. Ja. Nou, we hebben altijd heel goed contact gehouden met de familie. Ik heb zelfs nog met de vrouw van Danny in de klas gezeten op school. Dus ik ken de Geek natuurlijk ook al langer. Danny ken ik al vanaf mijn tiende. Nou, en ik denk ook een prachtig gebaar dat ze ook vandaag hier natuurlijk aanwezig zijn. En dat ze het ook gewoon ontzettend mooi vinden dat uiteindelijk het boek er is. Dik advocaat Louis van Gaal. Rinus Michels, dat zijn allemaal trainers met een boek, maar nu ook Erik Meijers. Ja, daar sta je eigenlijk in een mooi rijtje. Maar we moeten wel heel eerlijk zijn en die carrière is natuurlijk ook gekomen door de documentaire. Met het bekende woord, de kutkeeper, dat achtervolgt jou nog steeds. Nou ja, dat klopt. Daar kom je ook niet vanaf. Kijk, dat filmpje wordt natuurlijk nog steeds wekelijks bij Vandaag een site gedraaid. Ja, dat is iets, dat draag ik bij me en daar kom ik niet meer vanaf. Alleen ik wil wel, door middel van dit boek, wil ik wel laten zien dat ik meer heb gedaan als alleen een keer kutkeeper geroepen te hebben. Ja, en Danny was eigenlijk toch wel op een of andere manier zwak voor ons, wij voor hem. En ja, je kent elkaar door en door. Danny heeft er zoveel werk in zitten. Hij heeft zoveel zwak voor onze familie. Altijd over ons geschreven. Ja, want hoe mooi is het dan om dat boek aan hun te kunnen overhandigen als eerste? Ja, dat is prachtig. Ik bedoel, dat is een uniek moment. En daar is het eigenlijk om te doen. En ik vind het prachtig dat er over mijn carrière een boek is. Maar ik vind het nog veel mooier. En ik hoop dat hij een vleugje meekrijgt van boven. Dat we dit voor Danny hebben gerealiseerd. Want dat verdient hij gewoon. Een hele amabele man. Een amabele journalist. Die eigenlijk geen vijanden had. En die door de corona te weinig aandacht heeft gekregen vorig jaar. En nu hebben we dat dunnetjes overgedaan.